handbangende vrouwen, zwetende mannen in de moshpit en natuurlijk bier, veel bier. Afgelopen zaterdag en zondag werd de tweede editie van Havenrock gehouden. Of kan je het beter Haven Metal noemen? Dit jaar is het Deventer Festival compleet in metalstijl. In totaal traden er 11 metalbands op voor zo'n 600 bezoekers. Er zijn meerdere soorten metal, dus heb je death metal, thrash metal, heavy metal. Daar hebben wij ook in gedoken, zodat elk metal genre zo'n beetje vertegenwoordigd is. Natuurlijk kun je niet alles pakken, maar we hebben wel, we zijn wel breed geweest in die zin. Vorig jaar bleek dat er voor dit muziekgenre de meeste belangstelling is bij het publiek. En daarom heeft het festival zich daar dit jaar op toegespitst. Deventer is een metalstad en heeft het geluk dat, dat er ook metalsteden om me heen liggen. Enschede is in binnen reisafstand en Zutphen ook. Daar komen ook heel veel metalmensen vandaan. En die weten hun plekje hier wel te vinden. Mensen die er vorig jaar waren uit de metal, die zijn er dit jaar weer. En die mond-to-mond reclame doet een hoop. Dit jaar zijn er een hoop mensen bijgekomen. En we willen eigenlijk alleen maar verder. Easy Grem is een thrash metal band uit Zutphen. Wat deze band bijzonder maakt, is dat de leadzanger een vrouw is. Dat zie je niet bij veel bands. Kun je jou vergelijken met, ik noem maar de naam, Sharon Den Adel van Wind Temptation? Die vergelijking zou ik niet maken, want ik heb een iets andere zangstijl dan Sharon Den Adel. Easy Grem is een internationaal bekende band. Ze traden dit jaar al op de Zwarte Cross en op Alcatraz in België. Is zo'n klein festival als Havenrock dan nog wel de moeite waard? Ja, het is gewoon te gek. Hier kan je net wat meer lol maken, zeg maar, fles whisky op het podium, dat zou je daar niet doen. Maar dat is gewoon geweldig. Ik bedoel, daar werk je naartoe, zulke dingen. Dus het is gewoon mooi wanneer je dat gewoon mag ervaren op die manier. Volgend jaar wordt Havenrock weer georganiseerd. In een ander pand, want het Davo-pand, waar het dit jaar was, wordt te klein. Rietman verwacht volgend jaar nog meer bezoekers. En wie weet is dan Easy Grem weer van de partij.